Ik zit hier naast Pijn Leenouds, 18 jaar, spelend voor Scharweide. En ja, we spelen al samen 8 jaar in hetzelfde team. Het is een hele leuke teamgenoot, omdat ik over alles kan praten met hem. En het is een hele chille gast. Dit is Casper Bergman, 18 jaar, speelt ook bij Scharweide. Wat maakt hem zo'n leuke teamgenoot is dat ik en Cas elkaar al heel lang kennen. We hebben bij elkaar op school gezeten en ja, we kennen elkaar zo goed dat het gewoon heel chill is met elkaar. Samen op de kamer, lekker je eigen ding doen. Ja, ik ga voor mezelf. Ik denk dat ik misschien ietsjes braver ben dan Pepijn. Hij kan heel druk zijn, denk ik. Pepijn is hier het meest ijdel, denk ik. Ja, zijn haar moet wel altijd goed zitten. En daar is ook best wel lang mee bezig in de ochtend. Eerst even douchen, dan droog maken, niet te droog. Dan doet hij er wat wax in en dan moet hij het nog kammen. Oh, dat is echt zo niet waar, joh. Denk je? Ja, ik kan op zich best goed met kritiek omgaan. Hangt er vanaf een beetje welke vorm. Maar ik denk dat als jij kritiek krijgt, dat je misschien niet helemaal uit dat je het vervelend vindt. Maar je het eigenlijk wel best wel van binnen wel vervelend vindt. Ik denk dat jij ook wel moeite hebt met kritiek accepteren. Ja, dat kan wel kloppen, ja. Sloddervos? 100% jij, hoor. Denk je? Ja, de kamer is echt een bende naast Kas. Het is echt niet normaal. Nee, het valt wel mee. Ook met, we moeten onze eigen kleren wassen en het is echt niet normaal. Die laat gewoon de kleren vies liggen en pas een dag later wordt het gewassen, hoor. Maar... Nou, ik ben niet per se echt een slodder. Volgens Pepijn heeft het gewoon allemaal mega netjes. Nee. En ik heb gewoon redelijk, niet echt een bende of zo. Pepijn heeft denk ik de meeste kans. Ik zeg niet dat hij het wel krijgt en ik niet, maar... Ik denk niet dat ik het meest kans heb. Ik denk dat het er een beetje aan ligt wat je zelf doet. En hockey, daar kan je niet een hele dure auto mee kopen als je daar vol mee door blijft gaan. Maar ik denk wel dat als je een beetje die mentaliteit meeneemt in het werk wat je gaat doen, je zeker ver kan komen. En daarom denk ik dat jij daar meer kans op hebt dan ik. Oké, ja, ik denk van niet. Pepijn die gaat straks een mooie universiteit afronden. En ik denk dat hij dan in principe de meeste kans heeft op het meeste geld. Ik denk dat ik Pepijn over 5 jaar heeft hij hoogstwaarschijnlijk zijn universiteit afgerond. En daarnaast denk ik dat hij hockeyt sowieso nog. Dus Scharweide een grote kans, want hij is wel clubgetrouw. Ik zie Casper over 5 jaar nog steeds hockeyen, dat 100%. En hetzelfde of dat bij Scharweide is of niet, dat weet ik eigenlijk niet. Maar hetzelfde voor Cas. Daar hebben we het wel vaker over, is dat we allebei onze club waar we nu spelen heel mooi vinden. Dus, en ik zie hem eigenlijk wel op te spelen in Parijs hockeyen. En of dat samen is of niet, dat weet ik niet.